19 graden in Limburg. 1 minuut over 8. Dames en heren. Hit Radio Veronica presenteert... de geheime ochtendshow. Hekel de Kekel, met Jeroen van Enkel. En beste luisteraars, dan is het nu hoog tijd voor een staand slot. Ja, handig. Vooral de meeste moderne muziek vandaag heeft die geen staand slot. En ik heb altijd geleerd van mijn buren die jarenlang onder mij hebben gewoond. En elke dag met de piano aan het studeren waren. Tiddeling, ting, ting, tiddeling, ting, ting, tiddeling, ting, 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 ting. Oh, wat werd ik daar gek van. Dat muziek pas echt muziek is als er een staand slot aan zit. Dus we bakken daar gewoon bij tijd en wijlen zelf een staand slot aan. We gaan even, even iets geinigs doen, maar ik heb even een muziekje nodig. Oké. Okay. We gaan even zo. Even een muziekje nodig. We gaan even een actie opstarten, vrienden. Naast de actie, de club van OK Dudes. Fax je foto naar 035-231-437. Of stuur de kleurenfoto op naar postbus 502-1202 CD in Hilversum. En kom terecht op de portable muur. De portable muur die wij bij het einde wel laten zien aan de camera in de uitzending. En heel freaky! Speciaal voor iedereen die graag een rol wil hebben. We hebben al een paar foto's binnengekregen. Hele mooi. Maar ik had even een vraag. Welk typetje is dit? Joehoe, hier ben ik. Ah, dat is volgens mij een bepaald typetje. Wat ik en wel eens... nu ben ik hier. Precies, en nu is hij daar wel eens gehoord heb in dit radioprogramma. Als je weet wie het is, bel je door 06-33-0-06. En dan maak jij kans om mee te doen in het vreemde valutaspel. Een nieuwe dag begint, pas goed met Van Inkel in de morgen. De wereld in het kort, Romario redt vrouw in Rio de Janeiro van de verdrinkingsdood. En wereldberoemde Dion Vijfling verklaren door hun vader seksueel te zijn misbruikt. Lekker. Bugatti failliet en kat van Britse premier Major spoorloos en waarschijnlijk ook overleden. Kom maar hier. 8 over 8, dit is Rinkel de Kinkel, ook goedemorgen. Gewaardeerde collega Ad Roland kondigde Cool in the Gang altijd af met de woorden keep it cool en ga je gang. Ja, ook altijd zo mooi en ik durfde het nooit te pikken. Vandaag voor het eerst in de geschiedenis van mijn carrière, dat ik het durf te pikken. Ja, op de verjaardag van Heather Locklear, je weet Amanda uit Melrose Place. De serie waar je als je een slechte haardag hebt je rol verliest. Inderdaad, dat is die serie. Vandaag 24 jaar geleden dat de Minimoog debuteerde. Het was de eerste synthesizer, klein genoeg om mee te nemen tijdens concerten. Het werd bespeeld door de uitvinder zelf, namelijk Robert Moog. Het apparaatje klonk een beetje kloten nog, maar tegenwoordig is het heel modern om zo'n ding te gebruiken. Wat heb ik hier allemaal liggen? Het is poen, 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 poen. Poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen. Bart Remers uit Goor, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens even, wie was dat ene diepje? Wat ik daar net liet horen, ik zal nog even laten horen. Joehoe. Nou, wie was dat? Ik heb een flauw idee, maar ik gok repelsteelt of zoiets. Repelsteeltje? Ja. Nee, dat is niet goed. nou, dat is niet repelsteeltje, nee. Sorry. Dat is niet repelsteeltje. Aha. Ik heb hier staan, wie schiet Harry de Haan neer? Kijk. Nou, wat een mazzel zeg. Dat je het ineens wist, dat je ineens die naam zo naar beneden voelde komen qua Harry de Haan. Ik had een 1-1-ingeving. In 1-1. Tjonge, joh. Nou, ik heb goed nieuws voor jou, gewaardeerde vriend. Je hebt 100 gulden gewonnen. Dat is hartstikke mooi. Ja, of je mag ook kiezen uit bijvoorbeeld 125 Guatemalaanse kwetsel. Ja. Ja, dat is moeilijk, hè? Ja. Ja, ik zal je vertellen waarom het moeilijk is, want het zou wel eens 1000 gulden waard kunnen zijn. Maar dat is het niet. Dat kan ik je wel vast zeggen, maar het kan ook 500 gulden waard zijn. Oh. Het kan ook 25 cent waard zijn. Dat is het leuke van dit spel, zeg maar. Dus denk er rustig even over na. Komen we straks bij jou terug, ja? Prima. Bart Remers uit Goor. Valutaspel in optima forma. Denkt even na. We geven iemand de gelegenheid om er rustig over na te denken. 100 Hollandse guldens. Of 125 Guatemalaanse kwetsel. Nog nooit van gehoord. Goedemorgen. Goedemorgen, de dag gaat weer beginnen. Ik zeg goedemorgen, ik zeg goedemorgen.
bijvoorbeeld die hele mooie nieuwe Van Kloesel. Ik weet niet hoe het komt, maar ik vind het altijd een sportief plaatje. Een beetje een rollerskate plaatje. Dat kan natuurlijk helemaal niet meer. Anno 1995, dan is het inlineskaten. Vind ik trouwens zo knap, zat ik laatst over te denken. Ik heb dat ook wel eens geprobeerd, dat inlineskaten. Dat zal het ongetwijfeld met mijn uithoudingsvermogen, zeker conditie, te maken hebben. Maar er zijn van die mensen die gaan die inlineskates op en die rijden echt kilometers en kilometers en zien er dan nog helemaal fris en vrolijk en uitgerust uit, weet je wel. En als ik 500 meter op die dingen heb gerost, dan zie ik echt helemaal bezweet en dan zie ik er eigenlijk niet meer uit. Ja, dat vind ik zo bijzonder. Misschien zou ik het vaker moeten doen. Dan moet ik zeggen, ik ben niet zo'n sportief mens. Laatst hoorde ik ook iemand roepen, dat was een beetje raar, om een beetje filosofisch te werk te gaan nu maar. Mensen die niet sportief zijn, die kunnen ook niet goed met mensen omgaan, zeg maar. Omdat je, als je zeg maar op een club zit en dergelijke, je altijd geleerd wordt hoe je met mensen om moet gaan en dat soort dingen. Dat zou dus eigenlijk betekenen dat, omdat ik niet zo sportief ben, dat ik ook een soort van mensenhater ben of zo. Of gaat dat misschien te ver? Ik weet het niet. Mocht dat zo zijn, sorry, mocht ik zo overkomen, mijn excuses. Maar om te bewijzen dat ik het niet ben, ga ik nu iemand wat weggeven. Eens even kijken. We hebben 4 lijnen hangen en wij pakken vanochtend deze lijn. Hallo, met Veronica. Hallo, met Sylvia Schilder. Sylvia? Ja. Dat versta ik goed, hè? Schilder? Schilder, ja. Ja, uit Volendam. Nee hoor. Niet? Nee. Niet eens. Waar bel je dan vandaan, Sylvia? Uit Hoogvliet. Wat ben je aan het doen? Zat je op je werk of ben je nee, thuis? Nee hoor, ik ben thuis. Je luistert naar de radio? Ja, kijk daarbij, iedere dag. Ja, kijk daarbij ook nog televisie of niet? Nee, ja, af en toe. Ja, af en toe. Alleen als er leuke mensen op zijn natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Goed zo. Dankjewel, Sylvia. We hebben nog een aantal andere lijnen. Ik ga jou geven een zwart solar horloge. Daar ben ik heel erg blij mee. Ja, je weet wel zo'n ding wat op zonne-energie gaat. Ja. Vooral vandaag goed te gebruiken. De cd-single September van Earth, Wind and Fire. Daarnaast 8 plus 2 plus 8 Milka Lila pauzerepen. De verzamel-cd Down Under, the Best of Australian Rock. Ja. 8 jogbox. Zo. En daarop de afbeeldingen van de Veronica Jogslid. Speciaal even op die van mij. Dankjewel. En bovendien maak je kans op gratis brandstof ter waarde van 110 gulden. Beste Sylvia, luister goed. Heb jij de afgelopen 3 dagen bij Shell getankt? Ja. En heb jij toevallig ook nog, wat zeg je? Zeg je ja? Ja. Heb je ook de kassabon nog? Ja. Die heb je ook nog? Dan win je ook nog voor 110 gulden aan brandstof bij een Shell tankstation. Dat is te gek zeg. Moet je wel even de bon opsturen. Daarnaast ga je ook nog eens meedoen aan de verloting van een gloednieuwe Citroën AX. No way. En die gaat plaatsvinden op 30 september aanstaande. Het is allemaal ongelooflijk. Ja. Allemaal voor jou. Dat op deze fijn. Prachtige dag. Ja. Ik heb nog 1 vraag aan je. Wat knalt er sinds 1 september uit jouw radiospeakers? 100% Veronica. Dankjewel, dan Sylvia. Ja? Hoi.